Hallo, welkom aan de Zuid-Spaanse kust. Ik zit hier in Almería op de nieuwe BMW F900R. Ja, is die nieuw? Ja, is echt heel erg nieuw. Vergelijk je met de 8,5 GS van vorig jaar, dan ga je wat gelijkenissen vinden. Maar vergelijk je met zijn voorganger, de F800R, dan is echt niets hetzelfde. Het blok is groter geworden. We hebben een nieuw frame, nieuw achterbrug, nieuw uitlaatsysteem. Je gooit de benzine niet langer achter in het kontje, maar hier in de nieuwe benzinetank, die trouwens slechts 13,5 liter groot is. We hebben een nieuw TFT-display, nieuw stuur, nieuw rijwielgedeelte, nieuwe remmen. Deze fiets is echt nieuw. Ik ben erg benieuwd hoe je rijdt en dat ga ik uitvinden. Oké, hier in Almería heb ik de eerste rit met de F900R erop zitten. Nou, ik moest de eerste 20 kilometer echt mijn verwachtingspatroon even weer helemaal op nul zetten, resetten. Ik had hem qua prijsstelling en zo al heel erg vergeleken met de Z900 en MT-09 van Kawasaki en Yamaha. Ja, maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet terecht. Het is echt een doorontwikkeling op de F800R met een heel eigen karakter. En het is veel meer een roadster dan een echte typische naked zoals we die anno 2020 hebben. Ga je hiermee harder rijden, wil je echt hard door de bocht een beetje hakken en zagen, dan merk je gewoon dat hij hier niet op zijn gemak is. En dat is dus ook eigenlijk niet wat je ermee moet doen. Hij is echt geënt eigenlijk op comfortabel lekker rijden hier door de bergen. Rij je lekker vloeiend en laat je hem heel lekker door de bochten lopen, dan merk je dat hij eigenlijk op zijn best is. Het eerste dat opvalt als je hiermee wegrijdt, althans mij wel, is het motorblok. Natuurlijk is een maatje meer dan de F800. Het heeft meer cilinderinhoud gekregen. Het is wat sterker van onderuit. Het topvermogen is ook gegroeid. Maar het is vooral een heel levendig motorblok. Het heeft een 270 graden krukas, waardoor hij eigenlijk een V2 imiteert. Ja, dat is gewoon heel prettig om mee te rijden. Het is alert van onderuit en het klinkt bovendien ook heel erg lekker. Ja, wat ik erg leuk vind om te laten zien is hier de koplampunit van de F900R. Ja, je ziet dat sommige dingen nog gewoon ouderwets groot zijn. Maar als je denkt, waar zijn de lampen? De echte lamp, dat zijn deze hele kleine dingen. En in deze zie je eigenlijk wel 4 ledpuntjes die heel veel licht produceren. En dan maken we een overstap eigenlijk naar de reflector. Kijk, dan zie je hoe het werkt. Deze ledlampjes zijn voor de bochtenverlichting en dit is het grote licht. Stuur je naar rechts, gaat deze branden, dus de linkerlamp gaat branden en die verlicht rechts de bocht. Opvallend is ook dat BMW er alles aan doet om de zithouding voor elkaar te krijgen. Ik ben 1,90, maar je kunt kiezen uit maar liefst 6 zadelopties die in hoogte allemaal verschillen. Ik rijd nu met het zadel dat 1 standje hoger is dan de normale stand. Ja, je kan er echt prima op zitten. Het is een mooi vlak zadel. Je kunt hem over de hele lengte gebruiken. En je schuift absoluut niet naar voren. En het zadel is wat harder dan we bij BMW eigenlijk gewend zijn. En dat vind ik alleen maar goed nieuws. Dat stuurkarakter waar ik het net over had, hè, dat die eigenlijk het beste is als je mooi rustig die bochten rijdt. Ja, dat sluit eigenlijk wel aan ook bij het uitzicht dat je hebt. Want deze F900 is heel erg gericht op comfort. Alle denkbare BMW opties zijn ook mogelijk. Cruise control, een luxe TFT display die je kunt koppelen aan je telefoon, bediening vanaf het stuur, tractiecontroles uit te schakelen, je kunt de achtervering tijdens het rijden bijstellen, je hebt verwarmde handvatten, rijmodi, een SOS knop die automatisch wordt geactiveerd als je omvalt. Ja, het is waanzinnig dat dit er allemaal op zit. En dan vergeet ik nog het sleutelloze contactsysteem dat bovendien is gekoppeld aan de tankdop waar je niet eens je sleutel bij nodig hebt. Ja, dit is echt wel mooi en dit is echt een enorme sprong voorwaarts in het middenklasse segment. En als ik de hele machine zo eens bekijk, dan springt qua sportiviteit echt het motorblok en de quickshifter eruit. Het motorblok is lekker levendig met die 270 graden krukas, genoeg vermogen. En met de quickshifter kun je zowel op- en terugschakelen zonder de koppeling te gebruiken. Dus eigenlijk gebruik je de koppeling alleen maar bij het wegrijden. En nou is de quickshifter niet zo soepel als die bij andere merken wel eens is. Dus tot 4.000-5.000 toeren gebruik je ook nog wel soms de koppeling. En zeker in dorpjes, wanneer je rustig rijdt, dan ben je nog wel aan het koppelen. Maar dat je hem als optie kunt krijgen is wel echt heel erg mooi. Kijken we naar de remklauwen, zien we hele dikke uit één stuk gefreesde Brembo's aan een upside-down voorvork. Remsportief, goed gevoel, remhendel is instelbaar, trouwens net zoals het koppelingshendel. Ik moet er wel bij zeggen dat de voorvork geheel niet instelbaar is. Voelt op zich wel goed aan,
Maar het is toch een beetje het verschil met de schokdemper. Je ziet hier ook het optionele ESA op zitten, maar ook zonder het ESA is de schokdemper instelbaar. En ik vind vooral bij ESA, waar je met de druk op de knop de achterkant zo omhoog laat pompen en weer naar beneden, ja, is het toch jammer dat die voorkant geheel niet instelbaar is. Je ziet dat bij meerdere BMW-modellen. En daardoor zeg ik wel dat ESA echt een comfort toevoeging is. Het is niet zozeer dat je met ESA veel sportiever kunt rijden. Maar het is vooral lekker om je veergedrag op hobbelige bergwegen lekker aan te passen. Vraag je mij om de vernieuwingen van de F900R samen te vatten? Ja, dan zou ik eigenlijk gewoon zeggen dat het echt een typische doorontwikkeling van de F800R is. In grote lijnen voelt hij nog hetzelfde, maar op allerlei fronten heeft hij een stapje voorwaarts gemaakt. Het blok is groter, het comfort is gegroeid, de beschikbare opties zijn echt eindeloos. Er is heel veel luxe aan boord. Zelfs voor de standaardprijs die beneden de 10.000 euro ligt, heb je al een TFT dashboard, handvat voor verwarming. En qua opties kun je nog cruise control, ESA, etc. krijgen. Dat is echt een sprong voorwaarts. Opvallend vind ik toch wel het stuurgedrag. Ja, je bent, als je echt sportief wil rijden, dan ben je flink bezig om de motor op zijn lijn te houden. Rij je lekker rustig, glooiend en vloeiend. Ja, dan is dat echt een heerlijke machine. En dan merk je ook dat hij daar eigenlijk voor is gemaakt. Dus voor de rustige naked rijder die van een beetje comfort houdt en luxe, ja, denk ik dat de F900R echt een enorme waardevolle toevoeging in het segment van de naked is. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.